Ja, vrienden, ik loop ook maar een beetje te ijsberen en te piekeren over Feyenoord Ajax. En ja, dan gaan mijn gedachten onmiddellijk als eerste terug naar 27 januari. Weet je nog, 2019, dat weten ze in Rotterdam wel. Ja, 27 januari is ongeveer uitgeroepen tot een officiële feestdag in Rotterdam. Want toen, ja, toen gebeurde het ongelofelijke. Want ik weet die wedstrijd nog. Toen was het een periode ook dat Ajax behoorlijk veel beter was dan Feyenoord. En al die Feyenoorders, die zaten allemaal met samengeknepen billen. En die waren bang. En die dachten, oh god, we worden afgedroogd in de eigen Kuip. En dat gebeurde niet. Nee, tegendeel gebeurde. Er gebeurde iets, maar god mag weten wat. En Feyenoord won van een toen sterker Ajax. Met 6-2, vrienden. Ik zie nog de tranen in de ogen. En het ongeloof in al die gezichten, bij al die Feyenoorders. Die dachten, wat hebben we nu meegemaakt? Inderdaad, dat kan gebeuren. In voetbal, zoiets kan je meemaken. Maar nu heb ik het gevoel gewoon, ja, dat Feyenoord kansloos is. Ja. En dan moet ik altijd weer denken aan mijn vriend Ronald Koeman. Want daar heb ik het vaak mee over gehad, over kansloos zijn toen ik voetballer was en als trainer. En als ik dat dan zei, je bent kansloos, dan zei hij altijd, Harry, dat bestaat niet, kansloos. Je hebt altijd een kans, zei Ronald dan. Er kan van alles gebeuren in een wedstrijd. Je begint op 0-0 en je weet nooit wat scheidsrechter. Ja, geeft een penalty. Heb je mazzel misschien een keer, binnenkantje paal, hup. Tegenstander heeft zijn dag niet. Kan allemaal gebeuren. Krijgt een rode kaart, de vijand. Ja, kan allemaal gebeuren. Dus je hebt altijd een kans, legde Ronald mij uit. En dat kan zo zijn, vrienden. Maar toch heb ik steeds maar weer het gevoel dat Feyenoord kansloos is tegen dit Ajax. Want dit Ajax is nog wel even behoorlijk wat beter dan het Ajax van 27 januari 2019. Ja, deze zijn nog beter ingespeeld. Dit Ajax heeft, bij Feyenoord hebben ze dat wel, hebben een aantal spelers ruzie met de bal. Maar bij Ajax heeft niemand ruzie met de bal. En die combineren, dat kunnen ze gewoon geblinddoekt. Dus dat is het verschil. Het is een enorm groot verschil. Maar ja, hey, je weet maar nooit. Je weet het in voetbal maar nooit. Dus beste vrienden, als het zou gebeuren dat Feyenoord van Ajax wint. Ja, stel je voor. Ja. Dan is er gewoon een wonder gebeurd in het Feyenoord-stadion, in de Kuip. Dan gebeuren er daar gewoon wonderen. Dan is daar moeder Maria, die is daar verschenen in de Kuip. En dan moet de Kuip onmiddellijk officieel een bedevaartsoord worden. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dan moeten ze daar gelijk stukjes van het gras verkopen. En kleine kuipjes verkopen. En hele kleine voetballetjes. En dan zullen ze overal uit de hele wereld zullen ze naar Rotterdam komen. Om ook iets te kunnen ervaren van het wonder van de Kuip.